Ik ben dus zwanger en wij weten ook al wat het wordt. En in deze video ga ik jullie dat ook vertellen. Ik neem jullie zelfs mee naar onze pret-echo die we hebben laten maken. Nou, wij hebben dus rond 15 weken al een pret-echo laten maken. En natuurlijk was mijn vriend mee, maar ook mijn zusje. Die vond het toch ook wel heel erg spannend of ze nou een nichtje of een neefje kreeg. Ik heb echt een meisje. Ja. Of misschien een jongen, helemaal. Ik ben een alien. Misschien wel alien. Ik ben alien. Half alien. Oh, ja, dat zou cool zijn. Oh ja, je krijgt een alien. Wat denk jij? Ik denk kind. Ik stel baby. Ja. Kijk eens. Daar zien we de hele baby. Oh, ik denk de billetjes. Om te kijken of we dat gewoon tussen mogen kijken. Ik ga natuurlijk niet heel de echo laten zien, want dan weten jullie al direct wat het wordt. Maar ik vind het wel leuk om jullie ook te verrassen. Net als dat ik bij onze ouders heb gedaan en bij onze vrienden. Want ik had namelijk daarna een taart gemaakt met een kleurtje van binnen en die aangesneden. En zo is iedereen erachter gekomen. Okay. Ben je er klaar voor, pa? Doe even aan de kant. Een klein zoon of een kleindochter. Oké. Dat komt bij. Zie je nog niks? Nee. Ja. De andere kant. Ja, ik zag de kleur. Ja. Ja, ik heb het goed gemaakt. Moet je een stukje eruit zien? Ja, nee, maar dan moet je een stukje zien. Ja, ik wel. Kijk maar. Ja, ik ben. Ja. Kijk dan. Ik kan het niet zien. Ik zal hem even uithalen. Maar je ziet het schild. Ja. Het is een smurf. Ja, ik zie het nu. Blauw! Superleuk! Yay! Ja, we krijgen dus een jongetje. En ja, de meerderheid van jullie op Facebook en Instagram dacht, was er echt van overtuigd dat we een meisje zouden krijgen. Maar dat is dus niet zo. We krijgen een klein mini Pacootje. En ik moet eerlijk zeggen, ik moest ook eerst eventjes wennen. Want ik kom echt uit een hele vrouwenfamilie. Ja, ik bedoel, we zijn met alleen maar meiden thuis. En ja, dus dat was toch eventjes schakelen. Maar nu vind ik het echt super leuk. En verder ben ik ook druk bezig met het uitzoeken van een behangetje. En leuke spulletjes voor in de babykamer. En natuurlijk neem ik jullie ook mee in dat proces. Maar zover ben ik gewoon nog niet. Want ik voel me eindelijk een beetje beter deze week. En daarvoor ja, ging het eigenlijk helemaal niet zo lekker met mij. Het eerste trimester vond ik echt heel erg zwaar. Dus ik ben blij dat we nou in ieder geval daar voorbij zijn. En ja, en nou kan het genieten echt beginnen, hopelijk. Nu is het natuurlijk de vraag wat voor kleur de babykamer gaat worden. Dus wat denk jij? Laat het eventjes weten in de reactie hier beneden. En ik vind het ook heel erg leuk om naamsuggesties te krijgen. Want dat vind ik ook nog wel best wel moeilijk voor een jongetje. Maar ja, kom maar op met al die tips. En dan zie ik jullie de volgende keer.